25 maart 1947, een historische dag in de geschiedenis van de Nederlandse en Indonesische volkeren. In Batavia werden in allerlei versieringen aangebracht toen bekend werd dat het akkoord van Linggadjati zou worden ondertekend. Groot was de belangstelling toen tegen 17:30 de gedelegeerden en zij die de plechtigheid zouden bijwonen bij het paleis Rijswijk arriveerden. Met de ondertekening van dit verdrag is een einde gekomen aan een lange periode van onderhandelen. Een nieuwe fase begint. Helmerharn, Soetan Chagrir en dokter Van Mook. Van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penanda tanganan persetujuan Linggadjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya. Wanneer de handtekeningen die zo even zijn gezet in de historie de betekenis zullen hebben welke de ondertekenaars ervan hopen, dan vormt de ceremonie van vanmiddag het einde van een tijdperk. De tijd van twist en van onderhandeling is voorbij.